en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een make-up tutorial voor jullie, of rather een bodypaint tutorial. Mijn gezicht heb ik maar even met rust gelaten, want het is zo'n 3.000.000 graden. Oké, niet letterlijk, maar het is warm, dus ik had zoiets van alles zweten gelijk weer af, is niet nuttig. Ik woon op een zolder. Het is een ding. Dus ik dacht, laat ik voor een bodypaint gaan, maar met een twist. Daarover zo dadelijk meer, maar dit is in ieder geval het basis effect waar je voor gaat. Je kan het, tenminste waar ik voor ga in ieder geval. Je kan dit ook op een stuk papier doen trouwens, als je het meer nuttig wil hebben wellicht. Want ja, weet je, dit is niet echt iets wat je buiten gaat dragen verder. Maar then again, waarom niet? Ik heb dit over zonnebrandcreme heen aangebracht, dus je verbrandt er niet mee, als het goed is. Als je zonnebrandproef waterresistent is. Ja, hoe dan ook, dat allemaal terzijde. Laten we snel beginnen. Oké, ik heb er eventjes een bandeau, tenminste, ik zocht een bandeau op, ik kon geen bandeau op vinden, dus nu heb ik maar gewoon een topje aan die ook geen mouwen heeft. Ik bedoel, je moet wat in het leven. Ik ga eerst eventjes beginnen met wit en blauw te mengen en daarmee een beetje een luchtje te maken. Het hoeft niet compleet dekkend te zijn ofzo, ik wil gewoon een beetje een lichtblauwe waas eroverheen, dat mijn huid een beetje meer op lucht lijkt. We gaan denk ik voor de sketchy approach qua achtergrond. En dan meer mijn gebruikelijke cartoony stijl op de voorgrond. En dan eventjes met gewoon wit wat wolkjes maken. Ik ga gewoon met die foundation kwast een beetje overheen deppen. Dat je een beetje een wolkerig effect hebt. Je kan zoveel weinig doen als je wil. Dan vervolgens wil ik eigenlijk dat het is alsof je omhoog kijkt naar de lucht. Dus vandaar. Ik moet eventjes een kleinere kwast hebben. Altijd handig trouwens om een handdoek bij te houden om je kwast schoon te maken voor je ze ergens neerlegt. Want anders zit je hele kamer daarna onder de bodypaint. Ik spreek uit ervaring. Anyway, ik ga dus eventjes naar een kleinere kwast. En dan ik ga een paar bomen tekenen, maar op een hele simpele manier. En dan vooral de boomtoppen, dat je eigenlijk alsof je naar de lucht kijkt en dus niet de grond ziet. Serieus, ik zou boeken moeten gaan schrijven. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, maar anders wordt het zo wel duidelijk. En ik begin met een in stukken gebroken. Ik heb geen flauw idee wat hiermee gebeurd is en hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar het is wat het is. Een bruine bodypaint in ieder geval. En dan pak ik de zijkant van die oogschaduwkwast om een boomstam te tekenen. Het moeilijkste gedeelte van de hele look, jongens, echt. Ja, zoiets. En dan ga ik proberen, ik wil hem iets hoger hebben. Oké. Dan ga ik proberen een beetje Bob Ross-achtig iets te doen en het heel simpel te houden. Nou ben ik bepaald geen Bob Ross, dus ik heb geen flauw idee hoe dit af gaat lopen. Maar ik veeg in ieder geval eventjes alle bruine verf uit mijn kwast. We willen tenslotte een gezonde boom. Tenminste, ik wil een gezonde boom en niet een hele gebruinde, half dode, wegrottende boom. Het is maar net wat je wil. Je kan een loofboom nemen, je kan een naaldboom nemen. Hallo, ik heb ooit biologieles gehad, maar dat is een lange tijd geleden. Ik ga denk ik eerst voor een naaldboom. Met het risico dat het er kerstig uit gaat zien, maar dat negeren we maar. En ik doe gewoon die strepen zo naar beneden. Oh ja, en vergeet niet natuurlijk, we hebben de grond niet erbij gepakt. Dus je kan gewoon door tot je zo ongeveer je dood opraakt. In mijn ervaring gaat bodypaint er weer uit hoor, maar ja, desondanks als je dit doet, weet je wel, wees aardig voor jezelf of wie dan ook je kleding wast en probeer te voorkomen dat je er een hele lading paint overheen krijgt. Om wat meer diepte te geven wil ik ook nog eventjes met een donkerdere paint eroverheen, dus ik veeg weer eventjes mijn kwast goed af. Mocht je trouwens afvragen hoe ik het voor elkaar krijg om hoger te zitten dan bij een normale ding, tutorial. Ik heb niet de camera anders gemikt, want dan werkt het niet bij mijn achtergrond. Ik zit letterlijk op een kartonnen doos. Met Donald Duck tijdschriften erin. Anyway, de professional aan het werk. Maar goed, ik ga even weer met de zijkant van de kwast, want die is dunner. En dan er wat plukken doorheen zetten, zodat de boom wat meer schaduw krijgt. Gewoon heel simpel zoiets. En dan een beetje uitvegen, zodat het niet al te harsh is. Nou, hebben we het zo. Een boom. Oké, ik wilde verder gaan met de zon. En toen bedacht ik me dat ik ook met wat groen en geel gemengd nog wat extra highlights toe kan voegen. Die zal ik eventjes op deze boom doen.
Deze heb ik gewoon met stipjes gemaakt, zodat we, ja, weet je wel, een beetje een loofboom kregen. De paar termen die ik van biologie 15 jaar geleden onthouden heb. In ieder geval ga ik daar wat geel overheen mengen. Again, om gewoon net even wat meer water, wat meer detail te krijgen. Net even wat meer levendiger eruit komt. En again, probeer het niet al te ingewikkeld te maken. En vermeng je geel met een beetje groen, want anders krijg je weer dat half dode boom effect. Oh, en nog één tip. De regel der decoratie, oneven aantallen. Dus ik heb ook 3 bomen gedaan. Ik weet niet, het schijnt standaard. Ik weet niet, het ziet er meer random en natuurlijk uit op die manier. Dus dat helpt. Denk ik. Dan wil ik er ook nog wat vliegende snorren bij, oftewel vogels. Dus die doe ik gewoon op die, again, die vliegende snorren manier. Op de een of andere manier vind ik een vogel in groot detail altijd makkelijker dan dit. Gewoon zoiets hier en daar verspreid. Verzin zelf wat voor vogels het zijn. Het kan een adelaar zijn, het kan ook een huismus zijn. Doe eens gek. Voor mijn part is het een harpij. Er zijn daadwerkelijk vogels die harpij heten, maar dat zijn niet de Griekse mythologische monstervogels. Nou ja, vogeltjes in ieder geval. Nou, nu gaan we door naar het experimentele gedeelte. Daarvoor moet ik eerst een andere kwast hebben. Juist. Trouwens, we gaan nog niet helemaal door naar het experimentele gedeelte. Want ik moet nog een zon tekenen. Dat heb je soms, weet je wel. Dan vergeet je gewoon het meest random belangrijke natuurverschijnsel wat je niet zou moeten kunnen vergeten. De zon. Oké, dat is zo rond als dat ik de zon vandaag krijg ga. En dan veeg ik even heel erg goed mijn snorvogelkwastje af. En ga er wat zonnestralen mee tekenen. En denk erom dat je de zonnestralen niet over de bomen heen trekt. Want de zon schijnt niet, weet je wel, voor de bomen. Die zit erachter. Geldt ook voor de vogels. Bij de wolken maakt het niet zo uit, want daar kunnen die... Kan die doorheen schijnen? Maar hou er rekening mee. Oké, het is serieus zweterig hier. En die kartonnen doos onder mijn reet wordt zweterig. En het is geen prettige ervaring, kan ik je vertellen. Anyway, nu gaan we door naar het experimentele gedeelte. En ik ga met het kleine kwastje en een Dayglow kleur van Crayolen. Je hoeft niet hetzelfde merk te gebruiken als ik. Maar ik vind deze erg prettig zelf persoonlijk. Dit is een UV-licht verf, die gloeit onder een UV-lichtlamp. Blacklight ook wel genoemd. En dan is mijn idee dat ik er een beetje een dag-nachtachtig iets mee kan maken. We gaan het proberen. Het idee hiervoor kreeg ik trouwens... er zit geel in. Ik moet mijn kwastje beter schoonmaken, mensen. Het idee hiervoor kreeg ik dus overigens... laatst bij een shoot als make-up artist... Toen, weet je wel, met blacklight, het is super leuk om mee te werken. Het is heel gaaf hoe het oplicht. Alleen, het is, vind ik, niet heel erg nuttig om er heel veel... ik ga het vuurvleegje tekenen trouwens. Om er heel veel dingen mee te doen. In gewoon, weet je wel, normaal... Kijk, in de gewoon trouwens, een dagtijd kunnen het gewoon vliegjes zijn trouwens. In ieder geval, om er heel veel mee te doen op YouTube. Want je ziet het alleen maar onder blacklight. En de meeste mensen hebben thuis niet... Dat ze continu een blacklightlamp aan hebben. Dus vandaar dat ik zoiets had van, ja, is dat wel nuttig? Is dat wel leuk? En toen besloot ik, laat ik het maar gewoon eens een keertje doen eigenlijk. Maar dan anders. Dus, zodat het ook nog nut heeft als je geen blacklightlamp hebt. Als gewone tutorial. Dus ja, ik hoop dat jullie er, ik hoop dat jullie het punt een beetje snappen. En dat jullie het ook met het blacklight effect leuk vinden. Want het is wel echt heel gaaf om mee te werken. Oké, ik geloof dat we er zijn. We hebben nu gewoon een schattig, makkelijk landschapje. Geen idee waar je dit trouwens zou kunnen dragen, maar... Weet je wel, misschien is het een idee als we volgend jaar wel eens een keertje Castlefest kunnen hebben. Een landschapje. Ik ga in ieder geval eventjes testen hoe het met blacklight werkt. En het werkt. Ik heb serieus, I kid you not, een... ik heb een daglichtlamp, maar die is niet... tenminste, Dayglow lamp, blacklight.
Niet sterk genoeg, dit is het ding waar ik mijn acrylnagels mee cure. Maar het werkt. Dus mocht je naar een blacklight-achtig feestje gaan ergens als de hele crisis voorbij is, nou ja, dan weet je dus dat je van een dag naar een nachtlandschap kan. Je ziet dan net de silhouet van de bomen zo. Want weet je wel, die zijn donker, dus die vreten het blacklight op. En voor de rest gloot het. De zon is een maan geworden, vuurvliegjes. Het werkt, dus ja, jullie gaan hier nog meer ideeën mee zien. Ik heb ook wel wat leuke Halloween ideeën ermee trouwens. Als het minder, weet je wel, heet is buiten. En dan hebben we dus uiteindelijk een resultaat. Ik dacht, ik maak hem zomaar eventjes af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft de like-button. Zou me heel erg helpen. En als je meer van mijn tutorials wil zien, voornamelijk draagbare ooglooks, dan kun je ook altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!